Dat waren de Koerden, maar er zijn meer groepen in Nederland die erg meeleven met de gebeurtenissen in Syrië. Zoals bijvoorbeeld de Assyrische gemeenschap. In ons land leven ongeveer 30.000 Assyrische christenen. Voornamelijk in Twente, met bijna allemaal familie in het noorden van Syrië. Dankzij de filmpjes van haar neef blijft Atiya Garmi op de hoogte van de situatie in Kamuzli, waar hij woont met veel andere christenen. De 500.000 Assyriërs in die regio hebben het zwaar. Ze zitten daar tussen twee vuren in, vertelt Garmi. Ze voelen zich absoluut niet verbonden aan de Turken, maar ook niet absoluut aan de Koerden. En wat je ziet is dat de afgelopen jaren de Koerdische politieke partij heel erg nationalistisch is geworden. De Assyrische dorpen en steden krijgen Koerdische namen. Mannen moeten met hun meevechten, anders worden ze in elkaar geslagen. Deze Assyrische nieuwszender op internet brengt elk uur het laatste nieuws over het conflict. Waarvoor de Koerden vandaag dus de straat op gingen, maar de Assyriërs sluiten zich daar niet bij aan. En ik zou zelf niet uit principe mee kunnen demonstreren, omdat het door Koerden heel vaak bestempeld wordt, hè, als een vrije Koerdistan. Ze gebruiken dat soort termen ook en ik ben niet voor een vrij Koerdistan. Ik ben voor een vrije regio waarin iedereen samen in vrijheid kan leven, zonder bang te moeten zijn voor onderdrukking. En natuurlijk moeten de Koerden ook bepaalde rechten hebben in het hele Midden-Oosten, maar niet ten koste van de Assyriërs of op zijn minst gelijke rechten voor beide groepen. Atiya laat mij wat foto's zien van begin dit jaar, toen een nichtje en een tante van haar al een veiliger heenkomen zochten. En je ziet gewoon dat generatie op generatie eigenlijk moet vluchten van het geweld of van de moslimfundamentalisten of van de Turken of Koerdische nationalisten. En nou ja, dat maakt dat je je zo onmachtig voelt en verdriet hebt.